Hebben jullie al opgezocht wat het woord recreatie betekent? In de kelder van een basisschool in het Duitse Gildenhaus wordt elke week 4 uur lang Nederlandse les gegeven. Recreatiepark, maar zijn dat dingen die je moet doen of die je... Vooral veel tukkers zijn net over de grens bij Oldenzaal in het Duitse dorpje gaan wonen. Maar ze willen wel dat hun kinderen het Nederlands blijven beheersen. Ik denk als zij alleen maar Duits zou leren, ja, dan hoeft zij toch helemaal niet meer naar Nederland te gaan. Dan hoeft zij daar ook niet te gaan werken, dan kan ze daar helemaal niets meer. Het ministerie van Onderwijs moet ruim 200 miljoen euro bezuinigen. En ruim 8 miljoen euro moet verdiend worden door geen geld meer te steken in Nederlandse lessen in het buitenland. De kinderen die nu nog gewoon Nederlandse les krijgen in Gildenhaus zouden het jammer vinden. Omdat ik zelf uit Nederland kom en in Duitsland woon. En omdat ik graag Nederlands spreek en omdat we thuis ook Nederlands praten. En ja. Nederlands is ook wel belangrijk als je dat nog leert. Ouders moeten in plaats van 120 euro straks 600 euro per kind per jaar betalen. Ina Hart is bang dat het betekent dat haar schooltje alweer opgedoekt kan worden. We hebben een school opgebouwd in een tijdsbestek van 2,5 jaar. Ontzettend veel enthousiaste mensen leren kennen, enthousiaste kinderen leren kennen. En nu moeten wij vertellen van ja, de Nederlandse regering betaalt helemaal niet meer. Dus jullie moeten het helemaal alleen gaan doen nu. Hier zie je dat H-O-R. En dan, wat komt eerder, de E of de I in het alfabet? E. E, dus moeten we nog weer wat naar? De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over de plannen. In Gildenhaus hopen ze dat de Rijksoverheid in ieder geval nog iets zal willen bijdragen. Ik hoop dat ze een beetje milder gaan denken en dat ze zeggen van oké, er moet bespaard worden, maar niet in één keer alles eraf. Laat nog een klein bedrag staan, 150 euro. Ik denk dat je een hele goede toezegging doet aan de Nederlandse burgers in het buitenland. Dus dat de Nederlandse overheid in ieder geval nog een klein beetje meebetaalt aan die Nederlandse lessen? Nou, in ieder geval, want het zijn wel Nederlandse mensen die in het buitenland wonen. En heel veel van deze mensen werken ook zelfs nog in Nederland en betalen daar hun belasting.